soms kijken mensen ons wel na in straat, maar ik ben dat ook wel heel gewoon. Robin en ik, we zien elkaar ontzettend graag. We hebben een heel sterke band samen, wij doen heel veel dingen samen. Dat is echt gewoon niet te doorbreken. Ik ben Robin, ik ben 11 jaar en mijn mama is blind. Ik ben al vanaf mijn geboorte met Aralien samen. Ruikt lekker, hè, Robin? Ja, lekker veel bruine blaadjes. Ja, ik hoor de eentjes. Ja, ik ook, ze vliegen weg van de wind. Van haar geboorte was ze slechtziend. En vanaf haar 7, 8 jaar is ze blind geworden op één oog en dan altijd slechtziend op het andere. Maar op haar 12 jaar is ze helemaal blind geworden. Toen Robin nog heel klein was, kon hij overal mee met zijn mama in de draagstoel. Nu zijn de rollen omgekeerd. Nu wijst Robin zijn mama de weg. Het is hier niet zo druk vandaag, precies. Jawel, hè? Ja? Dan zijn ze stil. Ja. Ik vind het niet zo erg om altijd mee te moeten gaan, want als er dan iets gebeurt en ik ben er niet, dan ja, kunnen er erge dingen gebeuren. Maar als ik erbij ben, ben ik gerust. Oh, mama, kijk, is een Mickey Mouse pyjama voor jou. Oh my god, oh lekker. Ja. Ah, het is geen pyjama, hè? Nee, het is zo. Het is een kamerjas. Ja, een kamerjas. Zo leuk. Maar we gaan een beetje kijken naar de deegdingetjes. Ze zeggen gewoon wat we moeten zoeken. En dan ja, hou het zoeken. Of als ik het weet staan, hou er naartoe. Wat zoek je? Wat zoek ik wat? Bij de deegdingetjes. Ah, voor pannenkoeken te maken. Pannenkoekenmix. Dat staat hier. Ja, pannenkoekenmix. Wauw, direct gevonden. Je wil nu nog slagroom voor de pannenkoeken? En dan is het klaar, hè? Robins mama is misschien wel blind, maar dat houdt haar niet tegen om toch van alles te doen. Er zijn ook wel voordelen aan een blinde mama. Als we in een pretpark zijn, mogen we direct voor op alle attracties met een kaart. En ik heb ook vroeger, toen ik klein was, pakte ik ook bijvoorbeeld een keer een snoepje. En ik dacht dat mama dat niet wist. Maar ja, Robin, vergeet dat ik dat ruik. Hij komt dan terug, dan, of ik hoor hem natuurlijk knabbelen of smoefelen. En dan is van ja, Robin, wat heb jij in je mond? Niks, niks, niks. Twee jaar geleden ben ik begonnen met circus en ben ik naar de circusschool gegaan. Daar heb ik leren jongleren. Maar nu zit ik er jammer genoeg niet meer in door vervoersproblemen. De nadelen die Robin, maar ik zelf ook, ondervind, is dat wij heel erg afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Want ik kan natuurlijk niet zelf met de wagen rijden. Vroeger bracht altijd iemand mee, maar nu kan die niet meer. Ik ben bang dat er in de toekomst wel nog zulke dingen gaan gebeuren. Dat ik bijvoorbeeld ja, ergens naartoe wil, maar dat kan niet, omdat mijn mama blind is en zo. Ja, dat is dan natuurlijk jammer, maar ik moet ermee kunnen leven. Robin! Ja? Mag ik komen helpen pannenkoeken bakken? Ik vind dat de andere kinderen van mijn liefde ook wel veel moeten doen. Maar natuurlijk denk ik wel dat ik een beetje meer doe, want zij hebben geen blinde mama. Nummer 42. Ja, je is daar. Robin en zijn mama gaan vandaag op uitstap. Ze gaan samen naar de boekenbeurs in Antwerpen. Moet naar het station. Ja. We doen niet zoveel uitstappen samen, omdat dat is redelijk moeilijk. Hier, voilà, van achter. Wij bereiden onze reis altijd heel goed voor via de computer. Als we een uitstap gaan doen. Hallo, goedemorgen. Ik heb gereserveerd voor Antwerpen. Wat nu als je vast wat? Wat voor is het? Voor 8. 8. Hier nog even. Hè? Ja. Ben je goed? Yay! Yeah. Ja, dank je. Het is goed. Wij
wij vormen samen een heel goed team. We werken samen. Als we ergens anders komen, altijd. Moet bij jou een kapstok, Robin? Wat? Moet bij jou een kapstok? Ja. Bij jou ook? Waar? Nee, kijk. Ah, oké. Het is ver dat je er niet tussen valt, zoals ik zie. Goedemiddag. Het is hallo. Heel ver in, hoor. Hallo. Moest dat praten? Ja. Zij, wij moeten naar de tram richting Boekenbeurs. Super. Hé, gaan we hier blijven. Robin, hier. Robin. Ja. Ah. Opletten, opletten, ver. Robin wil op de boekenbeurs naar een voorstelling van het Geluidshuis. Maar die moeten ze wel eerst zien te vinden, natuurlijk. Oh, we gaan de verste schoenen. Nee, het is het tweede verdiep met de lift. Wij moeten naar de wij rode zijn nu hier. Dan moet dat sorry in. Dan moeten wij naar daar. Met andere kinderen is het verschil. De kinderen blijven altijd bij de mama en de mama weet waar ze naartoe gaan. Maar ik kijk op het kaartje waar we naartoe gaan. En dan mama volgt mij eigenlijk. Want als ik dan bij haar blijf, ja... Als ik Aron volg, komen we misschien aan de andere kant van Antwerpen, dus... Nu moet ik zoeken, hè? Ja, doe maar op je gemak, we hebben tijd. We moeten hier ergens vestiaires zijn. Ja, maar kijk, hoe moeten we naar daar? Goed zo. Gaat het toch? Ja, het is goed, hoor. Yeah. 1:45. Dus even mijlslaan. Ja, is hier. Voilà, we hebben dat gevonden. Knap hoor. We hebben een heel sterke band samen. Wij doen heel veel dingen samen. Dat is echt gewoon niet te doorbreken. Vladimir Dwagjanus. Heel Frans. Vierde taal wordt Vierdroest. Hé, niet goed. Ah, ja, story. Ja. Mijn mama is niet anders dan andere mama's. Het is gewoon dat ze blind is en ja, dat is het.